Zo op de late zaterdagavond gaan we toch nog even kijken naar de lezingen van deze zondag. Het evangelie komt uit het veertiende hoofdstuk van het Johannes-evangelie, uh, vers 1 tot en met 12 om precies te zijn. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat gij ook zij zult zijn waar ik ben. Dit zijn woorden van Jezus die hij heeft gesproken bij het laatste avondmaal. Dus in die spanning aan de vooravond van het lijden van Christus, ja, vernemen we eigenlijk, vertelt Jezus ons waar hij zich het meest zorgen om maakt. Wat nou werkelijk voor hem um, het gewicht is wat hij gaat dragen bij zijn kruisiging. En dan hoor je eigenlijk niet zoveel over, genade en hoeveel mensen er nou wel en hoeveel mensen er nou niet gered worden, maar het gaat vaak over of het gaat echt de hele tijd bij die laatste woorden van Jezus niet zozeer over wie er wel of niet genade gaan krijgen, maar over wat er met die genade gaat gebeuren. Mensen die die genade krijgen, die hem gaan accepteren, wat gaan ze met die genade doen? Nou, wanneer we stukje voor stukje naar die tekst krijgen, kijken dan zien we al in die eerste woorden die we hier hebben gelezen, zien we een aantal hele belangrijke gegevens. Er staat, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat is het onderscheid dat we moeten aanbrengen tussen een natuurlijke religie. Dat wil zeggen, het ontdekken door de mens dat er een God bestaat, een schepper bestaat. En in zekere zin ook het verlangen erkennen dat de mens in zich heeft om die God te kennen. En ook het verlangen van de mens om de beperkingen in deze wereld, en ook het lijden en het slechte en het onrechtvaardige in deze wereld te overwinnen dat zijn allemaal uh, ambities en verlangens in de mens die verbonden kunnen worden met zijn religieuze besef. Dat er een God moet zijn die uh, al de beproevingen van deze wereld, uh, in zekere zin, toelaat. Voor zijn schepselen, maar die wel die schepselen met liefde en vanuit een zekere goddelijke wijsheid, die we misschien niet kunnen begrijpen, wel geschapen heeft met een bedoeling. Er zijn vragen die een mens vanuit zijn natuurlijke religieuze besef kan stellen over God en over de wil van God. En vanuit die natuurlijke religie kunnen we dan die stap maken naar het geloof in Jezus Christus. Gelooft ook in mij, zegt Jezus. In zekere zin zien we dus dat, die, dat, dat heel belangrijk hier, maar ook op andere plaatsen, zie, zie je dat God van ons als het ware eerst een, iets verwacht voordat hij zich aan ons gaat presenteren. De mens kan en moet ook eigenlijk, want het hoort bij zijn menselijke natuur, een aantal stappen zelf maken voordat Christus zichzelf kan voorstellen als degene waarin je gelooft als verlosser. En binnen de katholieke kerk is die natuurlijke religie is altijd door de eeuwen heel belangrijk geweest. En zeker in onze moderne tijd, na zoveel eeuwen, is dat een kritische vraag die we moeten stellen. Is dat oorspronkelijke geloof in God, de gewone natuurlijke religie zoals we dat zeggen, is die nog wel aanwezig in ons christelijk geloof? We houden van Jezus, fijn. Maar wie is Jezus voor ons? Is hij ook een God? Want je kunt in principe kun je in een Jezus geloven die geen God is. En ook in de hele geloofsbelevenis kan het goddelijke of zoals het mooi heet het overstijgende, het transcendente, kan gewoon helemaal verdwijnen. Dan krijg je een soort van ja, populaire emotionele Club die zich bindt aan een zekere Jezus figuur, maar die voor de rest niet meer wordt erkend als God en die dus ook niet aanbeden hoeft te worden. Nou, dat onderscheid moet je dus altijd blijven maken. Er is een natuurlijke religie die in principe universeel is, die in, in, in de mens eigenlijk uh, een opening is naar het goddelijke en er is het geloof in Jezus. Die als het ware, die natuurlijke religie... Um, compleet maakt, aanvult, beantwoord. En dan zegt Jezus, gaat hij over het huis van de Vader praten. Ik ga heen om u een plaats voor te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Dus Jezus legt uit dat er een eindbestemming is voor ons leven die hij gaat vernieuwen. Hij is werkelijk degene die de mens de uiteindelijke zingeving van zijn leven niet alleen vertelt, niet alleen openbaart, maar er ook aan meewerkt. Vanaf het begin, hij gaat die verblijven in het huis van de vader gaat hij voorbereiden. Dus dat voorbereidende werk is ook gebeurd bij de verlossing. Nu is de vraag aan ons: willen we ook naar het huis van de vader gaan? Ik lees even door in, uh, in vers 4. Um, gij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hen, heer wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg ken kennen? Dat is natuurlijk het oude probleem van het doel en de middelen. Het doel is waar Jezus heen gaat. Het doel van de reis en het middel is ja die weg die we gaan volgen. Dus Thomas um, laat zien... Dat hij eigenlijk totaal verwacht is over wat Jezus zegt. Hij, hij weet niet wat dat huis van de Vader is en hij weet niet waar ze heen gaan. Hoe kunnen we dan de weg kennen? En Jezus zegt hen: De weg is jullie bekend. En Jezus geeft ze gewoon aan, jullie kennen de weg. En dan vra vraagt Jezus dat: Hoe moeten wij de weg kennen? En dan zegt Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat wil zeggen, Jezus heeft in zijn mysterie de hele weg die wij afleggen, dus alle ontwikkeling in de tijd. De tijd is werkelijk opgenomen in een eeuwig licht. Het goddelijk woord is vlees geworden. De weg die wij in de tijd afleggen wordt gezien in een eeuwig licht. Eeuwigheid en tijd, ja, daar is niets wat verder van elkaar verwijderd is, en toch is er een eeuwig licht waarin onze weg wordt gezien. Ik ben de weg. Christus is ook de waarheid. Dat wil zeggen, alles wat blijkt te kloppen in ons bestaan, dat, dat is Christus, dat is zijn aanwezigheid. Alles wat er waarheid gezegd, waar gezegd is, dat is te herleiden tot Christus. Waarheid denken wij altijd aan... Um, een intellectuele waarheid, iets dat objectief waar is, maar de ultieme waarheid, de waarheid waar de, alle andere waarheden mee te vergelijken zijn, dat is een goddelijke persoon. Christus is die waarheid. Dus wie ook welke waarheid werkelijk objectief zoekt, die is al in feite aan het kijken in de richting van Christus. Zelfs een wetenschapper die zegt, ik wil uit objectieve feiten wil ik een objectieve conclusie trekken, die is in zekere zin al zichzelf relatief aan het maken aan Christus, ook al beseft hij dat niet. Dat niet. Dus dat is iets waar we heel uh, optimistisch over kunnen zijn. Christus als goddelijke persoon is heel exclusief, is heel ontoegankelijk. Maar tegelijk is hij als waarheid is hij ook weer niet exclusief. Hij is, in zijn goddelijke persoon is hij de waarheid, maar dat sluit niet de andere waarheden uit. Nee, die andere waarheden die kunnen we uiteindelijk pas begrijpen bij Christus. En welke waarheid het ook is. Of je nou een wetenschapper bent die de wetten van de natuur wilt vinden, of als je... Uh, in een huwelijk zit en je wilt trouw zijn tot het einde. Je wil dat jouw ja bij het huwelijk de waarheid van jouw persoonlijke leven wordt. Ja, al die waarheden, een waarheid van trouw wordt ook steeds objectiever. Die wordt steeds reëler. Dat is eerst uitgesproken, maar dan wordt het steeds echter. Al die waarheden die wij in ons leven maken, die zijn uiteindelijk relatief. Aan de waarheid die Christus is. Ja, dus in zekere zin, wat je vaak in Nederland hoort, ja, dat is erg, ook wel een beetje frustrerend hoor voor, voor, voor christenen. Ja, in Nederland hoor je altijd zeggen: als je zegt van ja, ik ben katholiek of ik ben protestant of ik geloof dit of ik geloof dat, dan hoor je in Nederland altijd zeggen: Nou ja, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Zo van: Ik heb geen zin om te verder te discussiëren, ik wil ook niet dat je te, dicht, te dichtbij komt, laten we dan nou maar gewoon. Afstand bewaren, niet alleen anderhalve meter, maar ook gewoon intellectuele afstand. En laten we dan maar gewoon uh, tolerant blijven, en dan hoeven we nergens moeilijk over te doen. Ieder is zijn eigen waarheid. En dan zijn christenen raken altijd een beetje in paniek. Hè? Nee, maar Jezus is toch de waarheid? En niet iedereen heeft zijn eigen waarheid. Er is ook een objectieve waarheid. Nou, in zekering klopt dat wel. Ieder heeft zijn eigen waarheid, namelijk. Alleen die waarheid maak je. Je belooft iets. En die belofte kom je na. Dat is in feite onze persoonlijke waarheid. Onze persoonlijke waarheid, die wordt in de tijd. En die wordt steeds meer waar. Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat we onze belofte niet nakomen. Dan hebben we dus geen waarheid. Maar in principe, als we echt in waarheid leven. dan wordt ons leven steeds meer een persoonlijke, wa persoonlijke waarheid. Nou, zo kun je ook zien dat God, als iedereen zijn eigen waarheid heeft. of zijn eigen waarheid vormgeeft. kun je ook zeggen. Ja, maar als God bestaat, heeft hij dus ook zijn eigen waarheid. Dat is een goddelijke waarheid. Dat is geen menselijke waarheid, dat is een goddelijke waarheid. En Christus, als mens geworden zoon... Als, sorry, als mens geworden zoon van God... is dus die ultieme waarheid... waar onze waarheden allemaal in zekere zin een afspiegeling van zijn. Dus het feit dat Christus zegt dat hij de waarheid is... dat is heel belangrijk. Dat gaat heel ver in ons respect wat we mogen hebben voor de waarheid. Want ieder kleine waarheid... Die wij in ons leven bereiken, ieder, ieder klein getuigenis wat wij afleggen. voor een waarheid, of een ieder zoeken naar objectieve waarheid. dat weerspiegelt de ultieme waarheid. die God zelf in zich heeft, namelijk zijn eeuwige zoon. En hij is ook het leven. Dat is natuurlijk een hele belangrijke uh, uitspraak van Christus om te zeggen. want hij gaat sterven. Maar het leven zelf kan niet sterven, hij is het eeuwige leven. En het sterven wordt daardoor in het leven, in het licht van het leven wordt het gezien. Daarom is ons sterven uh, is niet meer ons sterven, het is het sterven van Christus. Wij kunnen ons sterven, niet alleen ons lijden, maar ook ons sterven, kunnen we toevertrouwen aan Christus. Ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar wanneer je gedoopt hebt, kun je eigenlijk je hele leven, je angst voor de dood, bestrijden door te zeggen: maar ik ga helemaal niet meer dood. Christus gaat dood in mij. Mijn dood, dood behoort aan Christus toe. We gaan even pauzeren en de rest van de lezing ga ik bespreken in een, in een apart videootje, want anders wordt het wat te lang.